up, YouTube? What up? What up? Daar zijn we weer. En dit keer gaan we het anders doen, Bas. Ik sta keihard op de tafel, maar misschien dat de microfoon helemaal verneukt is. Wat gaan we veranderen? We zijn vanaf Spotify. De nieuwe intro wordt... What up, YouTube? Ja, dit is helemaal niet nieuw. What up, Spotify? What up? Dat klinkt niet, hè? Oké, dan moeten we nog een beetje aanpassen. We gaan eraan werken. Nu zou je misschien denken, wie zijn dit? Nou, wij zijn Joris en wij. Ik ben Joris en namens het Bas. Ik ben Bas. We hebben ons al in één keer voorgesteld. Nee, welkom bij ons. Welkom bij ons. Nu denk je van, dit is de zoveelste sportschool podcast. Nee. Onzin. Nee. Wat een onzin. Hoe zijn, dat je wij dat zijn zegt? De grondleggers van de ja. Sportschool podcast eigenlijk. Ja. En de grap is, nu zit je te kijken op Spotify, denk je, hoeveel afleveringen zit op Spotify? 2, 3? Ja, dit wordt het maar de rest komt nog wel. De rest komt nog wel. Ja, heel breed. We zijn echt gewoon... 4 jaar geleden voor het eerst gedaan? Ja, bijna 5 inmiddels waarschijnlijk. Bijna 5 jaar. Kijk, ja. Die pannenkoek van de sportpoeder, die anabole junk, want dat is het. dat is het. En meer ook niet, hè? En meer ook niet. Met zijn kleine balletjes. Die heeft het gewoon van ons genakt, weet je. En als wij het gewoon even een kledingpadden gegooid op dat stukje van een sportschoolpodcast, ja. Dan hadden wij money gemaakt. Hadden, ja. Gemiste kans. Dat zou niet handig zijn. Doorzetten. Maar ja, dat zeggen dus altijd mensen die Bitcoin hebben geïnvesteerd in de gelukkig. Onze podcast bestond al voor überhaupt het Instagram van Sportpoeder was, voor, denk ik zomaar. Ik weet het zeker. En toen... Voor het Sportpoeder, toen zat hij nog in de zaadkoker van zijn vader. Ja, toen waren wij er al. Zeg dat. En toen werd het eerst nog een meme account. Ja. En even nog later werd het pas begon het een podcast. Toen werd het een beetje commercieel en toen pas zijn ze een keer een podcast beginnen. En nu heeft echt iedereen een podcast. En nu heeft iedereen een podcast. Ja. Maar wij waren er dus al, dat je dat even dat onderscheid maakt. Ja. Dat mag ook wel gezegd worden. Zeker. Nu is me wel aangeraden dat mensen het misschien met beeld willen hebben. Ik weet niet of dat een stapje te ver gaat, maar voor nu nog wel even. Ik ben bereid om met mijn hoofd erop te staan, hoor. Ik wil wel mijn titel laten zien. Ik sta niet achter alles wat ik heb gezegd. Nee, dat is niet waar. Ik kan gewoon dingen blurren. Ja, anders kom ik gewoon met mijn werk in de gezeik, weet je wel. Dat moet je ook niet hebben, natuurlijk. Anders ga je gewoon met een masker op ofzo. Dat is een bivakmuts. Ja, een bivakmuts. Ik weet niet, Joris. Ik ben Tim. Het is Tim en Bas. Tim en Bas. Waarom ben je Tim? Ja, weet ik wel. Dat is eerst namelijk opkomen. Toevallig gestoken. Nou, zeg gewoon niks. Nou, ja. We zitten trouwens weer heerlijk in het zonnetje. Het is weer mooi weer. Hè? Onze nieuwe studio is gewoon deze picknicktafel geworden. Het is ook gewoon helderblauw, hè? Ja. Dat zie je niet vaak in Nederland. We hebben trouwens in de vorige aflevering gemerkt. Met af en toe hoor je de trein. Maar... Valt wel mee. Af en toe vliegtuigje. Je hoort ons wel. We zitten niet in Hoofddorp, al klinkt het soms wel zo. Als je af en toe de kwaliteit wordt dalen, komt het gewoon dat er iets langs komt. Daarom is dat helemaal niet erg. Dat vinden jullie helemaal niet erg. Dat nee. Al lang door. Het is alleen de echte trouw die nu nog... Mag ik even wat opnoemen trouwens? Ik ben een beetje boos. Niemand laat comments achter. Ja, je bent niet vaak boos. Kan je comments achterlaten? Ja, dat kan zeker. Laat even een commentje achter, vinden we leuk. Kan dat echt serieus zeggen? Ja. Wist ik hem ook onder nummers en zo? Ja, je kan dus een Q&A toevoegen aan je podcast. En dan kan je in de Q&A de vraag stellen, hey, wat vond je van mijn video? En dan kunnen ze daar de antwoorden in zetten. Jongens, Bas is nog single. als vrouw vraag je pas willen sturen, dan ik zal even het nummer van Bas onder in de chat. Nee, jongen, ik ben verlegen. Ik ben zo verlegen, jongen. Je ging zeggen bezet of homo, dat is ook wat geweest. Mannen mogen ook reageren. Mannen. Bas kan best wel eens aan beide kanten zijn, weet je zelf nog niet, maar... Wie weet, probeer het. Ja, de ene komt van een dame wel, meen je? De laatste, maar die is wel op bezet. Spotify? Ja. Wie dan? Ja, is jouw vriendin. Oh ja, oké. Okay. Niet echt een leuke comment daar. Die is bezet, nee? Ik vond het niet zo'n leuke comment. Ik wist niet dat kon, je. Verschrikkelijk. Ja. Nou, waar gaan we het vandaag over hebben? We hebben niet zo heel veel... En dit hoor je dus. Dit is wel een trein. Dit is zo'n trein, dat hier wel eens langskomt. Ik wil het ergens over hebben, over een gevoelig onderwerp, maar misschien is dit dan de reden om dat niet te doen, want die trein is net verstoorde. Nee, ik had geen gevoelig onderwerp, want ik ben niet gevoelig. Ik ben een keiharde, strenge alfaman. Al mijn mensen in mijn omgeving, nou niet allemaal, in ieder geval de mensen die net beginnen met sporten, geven heel veel geld uit aan sporten. En niet per se aan de sportschool, niet aan een belt, niet aan... polsbandjes, niet aan die workout. Ook wel, ja, dat wel. Ook wel veel geld. Dan vooral een pri. Maar de mensen die bijvoorbeeld geen pri gebruiken, die geven ze nog heel veel geld uit. Naar aan dan? Sportvoeding. Ja, het is verschrikkelijk. God. Vooral die smerige body in fit. €2,50 proteïnerepen. Maar
Het staat helemaal nergens op. Die zijn nog niks bij die in de supermarkt volgens mij hoor. Ja, maar dat maakt niet zoveel uit, want het kost allemaal, hartstikke duur. Het kost allemaal hartstikke duur. Het staat echt helemaal nergens op. Het staat echt helemaal nergens op. Nee, het is echt een marketing stunt geworden om alles in zo'n proteïnevakje te zetten. Grap. Kwark. Je hebt nu proteïnekwark. In kwark zit, moet je wel de goeie, want je hebt van Zaanshoef en je hebt van Albert Heijn. Je moet die van daar Albert Heijn hebben, want daar zit 11 gram proteïne in. Yeah. 11 gram proteïne per 100 gram. Yeah. En dan zetten hun in een zakje van 250 gram. Er zit 28 gram proteïne in. Dat is iets van 7 of 8% meer dan in standaard kwark. En als je het qua kilo kijkt, is het iets van 8, 9 keer zo duur. Ja, yeah. Dat is echt bizar. Ja, ik eet gezond, want er zit nog eens een partij suiker in gebunkerd. Yeah. Nou, dat is helemaal bizar. Mensen zijn echt kortzichtig. Ja, echt heel kortzichtig. Ze, sowieso als er proteïne op staat, betekent niet standaard dat het gezond is. Ik denk ook, want bij heel veel zit er heel veel suiker en heel veel vet in. Want ze willen het nog lekker maken. Precies. En ten tweede betekent ook niet dat er heel veel proteïne in zit. Ja, en ten derde is het ook nooit te vreten. Want ik heb nog niet één keer een lekkere proteïnereep gehad. We hadden toen een keer van de Decathlon, van die proteïnereep met die witte chocola. Ja. Die was best lekker. Witte chocola, framboos. We hadden ook banaan. En ik vind alles met banaan lekker. Banaan met poep. Daar kun je aan mij voorschoten. Daar kun je me wakker van maken. Okay, maar ik vond dat toch zo vies. Oh, die bananenrepen. Dus eigenlijk is 9 van de 10 repen vies. En die van het Decathlon waren nog iets van een euro per stuk. Ja. En die bij de supermarkt en op Body & Fit en zo. 2 euro, 2,50. Ja, ik heb een deal. Ik heb een hele box van 20, ja. 50 euro. Ja, dat is geen deal. Dan word je gewoon zonder koning gewoon in dat achterkantje genomen. Wij klaagden al over de proteïnepoeder vorige episode. Maar in vergelijking met proteïnekoekjes is die proteïnepoeder echt een hele goede deal. Ja, dan is het echt een hele goede deal. Pas, wat nog meer. De pre-workout drankjes. Ja. Die heb je ook wel eens gehad, toch? Ja, ja. Dat slaat helemaal nergens op. Dat... Maar ik snap niet meer, want ik word er wel een beetje blij van. Dat is zo'n voorblikje vast. Ja, dat snap ik. Dat snap ik, maar dat is echt 4 euro, toch? Of zo? Ja. Besef mensen, 4 euro voor een halve liter. 2,5 liter, maar hoeveel gram zit er in? 250 milligram? Van pri? Ik weet niet hoeveel pri. Cafeïne. Die kant op, ja. Het is gewoon één scoopje pri in principe. Het is één scoopje pri. Ja, en dat is normaal 30 cent. Ik kan het zeggen. Je kan normaal 40 scoops halen uit een bus van 15 euro. En dan betaal je gewoon 4 euro voor één scoop. Dus echt, plus je maag zit vol. Want je drinkt een halve liter, tik je even weg. Maar het is wel lekker. Het is wel lekker. Hier kun je me wel voor bellen. Ja, dat is wel lekker. Die proteïnerepen niet. En het werkt gewoon. Die proteïnerepen is echt... Je kan veel beter een 3 keer zo goedkope... reep kopen en dan eet je 3 keer zoveel, heb je meer eiwitten binnen, 100%. Meer gegeten. Wat is ook nergens op te slaan, proteïne pindakaas, proteïne chocopasta. Ja. Eet 3 scheppen kwark naast dat broodje. En dan zit je goed. Weet je hoeveel gram proteïne pindakaas heeft? Ook iets van 12. Ja, dat heel is veel. Veel. Die hebben echt niet nodig hoor. Ik vind dat zo nergens over gaan. Echt sowieso raar dat je pindakaas koopt. Koop een keukenmachine, koop een zak pindakaas, gepelde pindakaas, flikker die erin. Weet je wat je hebt? Pindakaas. Geen olie, helemaal niks. Maar die andere zitten. Ja, vroeger. ik had nu gewoon zo'n pot van. Die pot van vis heb ik nog over. Die kilopot. Oh, ja. Helemaal onder de prut. Hij is bijna op. Yeah. Tegenwoordig eet ik gewoon broodjes pindakaas. Ik weet niet meer wat ik moet halen. Haal ik een of andere vleessalade. Vergeet ik hem in mijn tas. Ik kan echt pindakaas aanraden, man. Ik doe er hagelslag bij en dat is echt heel lekker. Ja, ik vind het ook op. Oh, dat is eigenlijk wel lekker. Echt heel lekker. Van die XL hagelslag. Ja. Hoef je niet puur, niet? Ja, puur. Ja. Dat was voor mij. Vind je ook wel eens een puur persoon? Ben je zo'n puur persoon die dat puur eet? Ja, dat is gezond, hè. Ja, dat ook. Die cacao, dus, hè. Dat, dat is vooral mijn reden om... Fairtrade? Hou je fairtrade? What the fuck is fairtrade? Nou, meer bewust. Ik kan gewoon wat goedkoper. Dus dat zal niet verder zijn. Ik denk het niet, nee. Nee, maar wel puur. Ja, dus eigenlijk ons advies. Ga vooral niet naar de proteïneschappen. Doe gewoon zelf een beetje research. Heel veel producten hebben standaard al meer dan genoeg eiwit. Moet je maar misschien één hapje meer, één lepeltje meer. Om het recht te zetten. Maar het bespaart mensen, je weer echt... Mensen die zeggen van ja, ik vind mijn kwark niet lekker. Ja, dan flik je een appeltje erin, dan flik je wat zoetstof erin, dan flik je wat rozijnen, wat weet ik veel. Maak het lekker, een beetje siroop. En weet je, soms is het ook gewoon niet zo heel lekker, maar ja, wat doe je? Als je gewoon dat goede lichaam hebben, dat dijkje eraf, die sixpack, weet ik veel wat je wil bereiken.
dan moet je af en toe gewoon een beetje door de bittere appel heen. Hoe zeg je dat? Door de bittere appel? Wat is dat nou? Door de zure pruim. Door de zure appel. Nee, ik weet het niet meer. De zure pruim. De zuur. Je moet soms gewoon een beetje doorgaan. Ik ga vaak door een zure pruim heen, maar dat is niet. Dat doe ik niet met. Doe ik met heel veel plezier, kan ik je vertellen. Ja, ik. Tijdens mijn bulk heb ik ook echt de domste keuze. Heel veel zure pruimen gegeten tijdens je bulk. Nou ja, dat is zeker wat je zo goed, je daar profijt uit haalt. Ja. Omdat ik kale wraps met kale rijst ging eten. Kale wraps met kale rijst. Zodat ik aan mijn koolhydraten kwam. En uiteindelijk moet je wel wat vinden wat je een beetje te eten vindt. Maar het hoeft ook weer niet heel lekker te zijn. Je moet gewoon lekker vinden dat er veel eiwit is. Nou, ik moet wel zeggen Bas, jij hebt echt wel... Jij eet heel standaard en heel vies. Maar als je, mag ik het vertellen over het patat verhaal? Ja hoor. Bas eet patat. Patatje. En er zit er een bakje saus bij. Bij de snackbar. Dat was bakje saus. Een goed bakje saus. Er zit veel in. Altijd saté saus. Ik denk, ja, maar ja, al zit er iets anders bij. Ik denk dat Bas ongeveer 90% van de saus laat staan. Ja, als het niet meer is. Want je doet zo'n minuscuul klein. Dus dan kan je begrijpen dat voor Bas een wrap met rijst is best wel luxe. Want dat is wel beter dan alleen kaal rijst of alleen kaal wrap. Ja. Dus, want geen saus bij dat toch? Of mijn pindasaus zeker? Ja, als ik het had. Ja, als je het hebt, ja. Ja, als je het hebt, ja. Of ja, wel niet. Of maar wel kijk, niet. Ik eet gewoon patat voor de patat. En dan... je eet dus, kijk, dat is het verschil. Je eet niet gewoon patat. Je eet op de meest smerige manier patat, dus zonder saus. Dat is met ik ben saus. Echt een sauspersoon. Ik maar ben ik wel... heel bij vriendin een sauspersoon. Je wil gewoon lekker saus erbij, toch? Gewoon lekker een vette bek. Nee. Want patat op zichzelf is niet zo heel ongezond. Totdat je echt zo'n flinke klodder mayonaise erop gooit, dan opeens ben je gewoon jezelf weer aan het vetmesten. En daarnaast vind ik het ook gewoon lekker... Maar gozer, dat jij nou tering dik bent, dan klinkt dat niet zo. Ik hou gewoon van een vleugje saus, niet van een bekvol saus. Ik wil gewoon de hint hebben. Kijk, je zegt het nu heel goed. Een vleugje en een hint, maar dat is het bij jou niet eens. Kijk, als dat het nou was, dan had ik gezegd, oké, maar dat is het niet. Jawel, want je legt een stukje saus op je tong, waardoor je echt die volle sauservaring hebt. Ik wil gewoon eigenlijk meer saus dan mijn patat. Ja, maar dat is toch helemaal gek? Je bent helemaal gek. Dat valt hartstikke mee. Je eet toch patat, je eet toch geen saus? Je eet toch patat met saus, je eet toch niet patat met ergens in de verte een keer iets van saus achter? Nee, jij eet meer patat en saus in plaats van patat met saus. Is toch lekker? Nee. Ik vind het lekker. Nee, echt oneens. Jongens, als jullie hamburgersaus, dat is echt goed. Dat is een soort van Big Mac saus. Lijkt me cocktailsaus, maar dan met een zuurtje. Oh, heerlijk. Laat even in de comments achter of jullie veel saus is. Ja, nou vooral hoe lekker de hamburgersaus is. Die moet je binnen. Bas, we zijn slecht in bruggetjes. Waar wil je het nog meer over hebben? Ik wist dat je... Ja, ik wil eigenlijk een beetje hebben over dat ik hier zo nu zit. Deze podcast op te nemen en ik voel me een beetje een imposter. Want? Ik ga helemaal niet lekker in de gym op het moment. En ik heb ook echt... Vertel. Waar zit je mee? Depressies? Nou ja, depressie, suïcidaal. Maar vooral gewoon met te veel drinken. Dat is meer het probleem. Ja, kijk, het lullige daarvan is dat doe je toch wel echt helemaal zelf. Ja. Dat heb je dat al zelf gedaan. Ik ben een slachtoffer van mijn eigen keuzes, Joris. En ja. Ik kan er heel weinig aan doen. Ja, nou, je kan het wel doen. Minder drinken, maar... Want ik werd maandag, voelde ik opeens weer mijn keeltje een beetje droog worden. Ja, maar volgens mij ben jij vieze dingen dan noemen mijn broertje, want die is ook om de week ziek. En koorts en weet ik het allemaal. Ja, en hij had ook bezig. Al een ontstoken keel. En het is niet goed eigenlijk voor de vierde keer dit jaar een ontstoken keel. En koorts en weer ziek en zwak en misselijk. Wat we zijn is dat heel zielig. Ben ik dan toevallig van het sterke geslacht? Kijk, weet je, wij leven gewoon op 110%. Dat jij nou een beetje op 60% leeft, betekent dat je lichaam... Jonas, drink je een druppel alcohol, man. Ja, wat dus daar kan het niet in liggen. Nee. Daar kan het niet in liggen. Nee. Weet je... Wat doe je anders dan? Wat doe ik anders? Jullie zijn al bij single, liggen daarna misschien nog. Want jullie lichaam heeft een vriendin nodig. Ze is het uiterste gegaan, ze is in ieder geval ziek geweest. Ja, maar er wordt niet goed voor ons gezorgd in ieder geval. Dat kan ik je wel vertellen. Zorgen jullie als broeders niet goed voor elkaar? Hey. Nee, niet echt, nee. Maar vooral niet goed... Ik zorg vooral gewoon minder goed voor mezelf, heb ik af en toe idee. Ja, dat is, maar dat is niet anders. Dan krijg je dus weer op maandag zo'n keeltje. En dan ga ik dinsdag toch met gymmen, maar dan sport je weer op half energie. En volgens op woensdag word ik gewoon ziek. En dan dus vanaf woensdag tot en met zondag niet gegymd. Want ik ging... Ja, dat is niet alles, nee, dat snap ik. Ik ging naar Berlijn, ziek. En dan ga je ziek toch weer aan de pils. Ja. En dan ga je nog weer opvoeren. Ja, maar eerlijk, als je naar Berlijn gaat, je gaat niet je bent in Duitsland, hè? Ja. Duitsland. Je moet wel. Je moet wel. Je moet wel, ik heb geen keuze. Veel vorige keer heb ik gesopen in Duitsland, prachtig. En vervolgens kom je terug maandag en dan ga je toch weer naar de sportschool. En dan is alles zo zwaar en geen energie.
En dan vandaag, dinsdag, ga ik weer. En dan is het weer zwaar. Ik wil niet op je zielige verhaal inbreken. We komen zo weer terug. Maar ik ging squatten vandaag. Even snel. Ja. Dat heb ik eens 100 squat. Een paar setje. Ging best redelijk. Nice. Dus het was wel zwaar. Maar vooral mijn rug. Want ik heb gisteren gedeadlift. Ja, 5 reps. Ik had 2 sets gedaan. Daarna weer 90, 80. Nice. Het was vooral zwaar voor mijn rug. Maar dat is puur omdat ik gisteren heb gedeadlift. Ja. En ik had gisteren, wat zei ik nou in de groep? 120 deadlift? Ja. 2 setjes, 120. 4 keer. 5 red ik niet. Omdat ik ook niet meer durf dan. Ja. Want hij ligt dan. Dan moet ik hem nog omhoog trekken. Denk ja, straks verneuk ik het wel. Weet je, met z'n vorige keer. Ik snel opnemen. Ja, dus dat hou ik een beetje. Maar het gaat bij mij echt wel weer lekker, man. Ja, dat is mooi. Ik had een rare dag. Man, ik altijd rug tricep. Rug bicep. Rug bicep. En ik heb rug tricep gedaan. Dat was heel bijzonder. Dom zo. Ik was zo klaar. En ik denk van, oh, daarom ging die eerste set dus niet zo goed. Omdat ik de dag ervoor ook tricep gehad. Een dag daarvoor. Er zat een dag tussen me. Ik vond het toch raar. Dat is heel interessant. Ja, dat is inderdaad heel interessant. Dat kan gebeuren. Het brein werkt af en toe. Maar alcohol is echt super slecht. En dat klopt ook. Ja. Want bij jou is het voor je vakantie dan, weet je, als je hier zo slecht... Ja, en ziek en dan alcohol. En dan nu heb ik gewoon weer een paar dagen nodig om te herstellen. Ja. Ja, en dan ben je weer wat gedaald. Dus dan moet je weer een paar dagen voordat je terug bent waar je was. En dan pas kun je weer gaan denken aan dat je gaat verbeteren. Ja. En dat allemaal terwijl ik aan het kutten ben. Dus ik ben ook nog eens te weinig aan het eten, dus het is echt... Kijk, het liefst zit ik hier, zo ga ik mooi verhalen vertellen over hoe goed het allemaal gaat. Maar eigenlijk is er weer even een dipje op het moment. Een klein dipje. Ja, er zitten geen records in, hoor ik. Nou, dat zou je ook weer verbazen. Over een maandje zit ik hier misschien dat ik... Dus mijn doel wel dat ik 125 heb. Ja, maar dat is een maandje, dat duurt nog even. Dat heb je nog even. Je hebt nog flink verbeterd tijd. Dus, ga je dan een non-alcoholische maand? Ja, je drinkt nu, dus dat gaat er niet worden. Of non-alcoholisch. Ja, ik ik moet eerst even mijn studentenleven afmaken, dan kan ik daarover na gaan denken. Dat snap ik heel goed. Ja, kijk, ik ben natuurlijk 2 maanden op reis geweest. Heel Europa, echt een prachtige reis. Daar had ik iedereen aan. Campertje huren. Gewoon door Europa reizen. Het was echt heerlijk. Ook een scheetje. Het was echt heerlijk. Maar ik ben toch zo gedaald met alles. Ik ben van squatten van setjes met 130 naar setjes met 80 gegaan. Ik zit nu inmiddels weer op 100. Van bankdrukken van setjes naar 110, 115. Terug naar setjes met 80. Deadliften setjes van 100, wat deden we uiteindelijk? 130, 140 een beetje. Terug naar ook gewoon 80, 90. Het is verschrikkelijk. Ik ben nu gewoon al 2 maanden 3 tot 4 keer per week aan het trainen. En ik ben nu op 60% van wat ik was. Ja, dat is zo kut. Ik stijg wel best wel goed, hoor. En ik eet ook wel veel broodjes pindakaas. Goed, hebben we café pindakaas? Nee, het is niet café. Het is gewoon die pindakaas gaat je echt redden, hoor. Dat is altijd mijn tip voor mensen die weer moeten bulken. Maar de grap is, het duurt zo fucking lang. Ik snap heel goed. Kijk, het voelt net een beetje alsof ik weer begin met sporten en ik zie geen resultaat. Weet je wel? Je moet je echt even delen. Het is wel de zure appel, trouwens. De zure pruim. Ja, de zure pruim. Dat is heel ja, ik kan die pindakaas er al in gaan helpen. Ja, dat is echt in het begin wel tenminste. Uiteindelijk ga je weer tegen een muur aan lopen dan. Ik drink ook niet zo heel veel, niet zoveel als jij in ieder geval. Dat scheelt wel. Ja, dat scheelt. Dat scheelt zeker. Dus nou ja, het komt ook allemaal weer goed uiteindelijk. Ik denk deze zomer wordt voor mij echt een goede sportzomer. Als ik weer thuis woon met mijn ouders. Ga ik natuurlijk weer met jouw broertje heel veel sporten. Er zit er iets meer consistentie in. En iets betere slaap, verwacht ik wel. Ik denk dat ik dan wel even... En ik heb ook heel veel zin om gewoon weer even echt goed te worden. Ja, nu misschien wel een goede vraag. Ik heb volgens mij afgelopen paar keer ook al een keer gedaan. Ergens een paar afleveringen terug. Wat is jouw doel voor de zomer, zeg maar? Wat wil je bereiken of zo? In gewichten? Ja, gewichten, lichaam. Wil je een sixpack? Of wil je gewoon breed worden? Ik, of je ging doorbulken, toch? Nee, ik ben gaan kitten. Ik ben gaan kitten. Toch wel? Oh. Ja, als ik nog een vriendin had gehad, als ik ga doorbulken. Dat wel, maar... Nu dacht ik wil gewoon even flaneren. Ja, oké, op die manier, dat vat ik. En de kit gaat ook wel goed. Dus ik zou wel willen zeggen van, ik wil dit en dat bereiken. Maar eigenlijk is het lastig te zeggen. Dat. Vooral is mijn doel gewoon nu om er even in de zomer zo goed mogelijk uit te zien. En ik verwacht wel dat ik nog wat nieuwe recordjes ga kunnen zetten alsnog. Als ik weer wat beter sport. Ondanks dat ik niet aan het bulken ben. Maar niks heel indrukwekkend zo. Wat ik zeg, als ik 125 bench. Veel meer zou ik in de zomer niet gaan doen met mijn deadlift. Ja, maar dat is best wel prima, toch? Mijn deadlift zou 170 zou ik wel aan kunnen raken waarschijnlijk. Met mijn squat 150, maar veel meer gaat niet lukken. Dat komt daarna wel weer, weet je.
Maar is toch helemaal prima? Ik wil gewoon nog even doorgaan met genieten van mijn leven. Natuurlijk, ja, we zitten daar zo lekker in het zonnetje, want we willen nog meer houden. Kijk, dat zonnetje schijnt, dan krijg je meteen weer zin om te kutten, weet je wel. Dan heb ik echt zin om gewoon weer... Ja, ik krijg dan meteen zin in een drank. Maar ja, dat is het verschil dat jij al heel veel drinkt. Dan krijg je zin in andere, dat snap ik wel. Ik heb niet zoveel zin in drank, omdat ik het gewoon in mijn hand heb op het moment. Ja. Dat is wel met mooi weer, krijg je gewoon zin in drank. Dat is ja, 100%. Dat, 100%. Slechte gewoonte. De vorige keer, voor Koningsdag, was echt een hele leuke dag. Toen waren we een keer karper vissen, met een drankje erbij. Ja, het is wel gewoon heel erg leuk toch, hoor. En je hebt ook gewoon gesprekken. En die dingen onthoud ik ook, weet je wel. Ja. Niet de gesprekken zelf, maar sommige dingen, maar dat bedoel ik niet op. Gewoon die dag, dat was zo leuk, weet je wel. En de vorige keer ook, hebben we de zaterdag, is toch heerlijk. Daar wil ik best wel een beetje spier voor opgeven, zeg maar. Sowieso. Je moet ook wel kunnen blijven genieten, hè. Ja. Je moet niet volledig je alles erin stoppen. Ja, het is ook gewoon... Als je dat wil, kan dat, maar ik vind het niet waard. Nee. En niet elke keer gaat het zo memorabel zijn, maar soms komt er opeens een dagje en opeens zit je er alweer lekker in of zo. En dan ga je opeens echt zieke herinneringen maken. En dat is wel meer waard dan weer die 10 kilo extra in de sportschool kunnen drukken. Ja, want kijk, eindstand, als je zeg maar in, om de week drinkt, dan is het na een heel jaar, scheelt het misschien al je PR's, 10 kilo, 5 kilo. Nou ja, dat vind ik het niet. Met om de week? Ja, als je om de week drinkt. Ja, ik drink om de week. Als je om de week drinkt, dan ga je niks mislopen. Ja, precies. Stel je voor, je drinkt iedere week en je hebt gewoon bijna geen verschil op je PR's. Dat is één keer in de week ga je echt weinig. Ja, dat verschil. Maar dat één keer in de week is echt goed te doen. Dat zeg ik nu, maar... Ja, het zou wel helpen als je helemaal niet doet. Ik kan het zeggen, jij zegt hoe zwaar je het hebt en nu is het rekening. Oeh, het is niet zoveel. Ja, omdat ik nu wel meer dan één keer in de week doe. En dat is gewoon helemaal fucked up, want je herstelt minder goed. Maar goed, het is nog te doen. Voor even weer een shout-out naar mijn maatje die zegt dat het niet te doen is. Het is wel gewoon te doen. Ook dat je ma. En dan een klein woord van je ma, maatje. Nee. Oké, je maatje. Ja, ja. Weer even, een tropic naar een paar episodes terug. Dan kwam er weer op terug. Hij is dus van mening dat als hij, omdat hij nu een beetje... Is dat Thomas? Ja. Ja, oké. Okay, ja. Hij leeft nu een beetje zoals ik doe. En dan gymt hij ernaast. En hij is van mening dat hij er niks aan heeft. Maar hij wordt wel gewoon breder. Hij wordt sterker. Maar hij geeft het zelf... Hij zichzelf, heeft geen zin en zo. Het heeft wel gewoon zin. Het heeft wel... Zeg, joh, zeg dat het zin heeft. Ja, het heeft ook zin. Sowieso wel, toch? Maar ik ben wel van mening dat bijvoorbeeld de dag zelf en de dag daarna dat het misschien niet zo heel veel nut heeft, maar dan gewoon je spieren oprecht niet opbouwen. Dus maar heeft het geen nut of heeft het minder nut? Ja, dat weet ik dus niet. Kijk, ik vind het op zich een logisch verhaal dat als je drinkt, dan herstellen je spieren niet. En als je dan die spieren kapot maakt, dan herstellen ze daar dus niet van. Dus dan worden ze zwakker, zou je zeggen, toch? Want in principe, weet toch hoe het werkt, hè? De vezels gaan uit elkaar. En ze trekken uit elkaar, er komen scheurtjes in, zeg maar. En die scheurtjes vullen ze op. En daar word je groter van en sterker. Maar denk je dat ze gewoon niet opgevuld worden dan? Dat weet ik niet. Blijven. Dat weet ik dus niet. Ik kan me niet voorstellen. En het is ook niet mijn persoonlijke ervaring. Want wij hebben zo vaak gesport voor en na drinken. Ja, maar het is ook niet te meten van één keer. Dat is ook gewoon een ding. En we hebben het zo vaak gedaan. Ik geloof wel echt dat het volledig zin heeft. Het is gewoon... Je moet iets meer moeite doen. Het is vaker kut. En het is minder leuk. Maar het is gewoon goed hoe het werkt. Buiten dat, toen met die 2 maanden reis, ik miste sporten zo erg. Yeah. Daarna was ik er helemaal uit. Dan heb ik daarna ook een week gewoon niet gesport, omdat het gewoon, je lichaam heeft het niet meer nodig. Yeah. Toen ik helemaal weer gaan sporten, als ik nu gewoon 3 dagen niet sport, dan mis ik het echt. Dan zit ik echt heel erg te denken, wanneer kan ik sporten? Dan word je dus slap. Ja, het is echt een beetje een verslaving. Dat is goed. Dat is goed. Verslaving. Want ik hoor van een collega, die is ook aan het sporten nu. En die gaat echt lekker. Ik zie hem ook echt. Hij wordt echt breder. Waar ik altijd over vertel, die collega. En hij vindt dat niet leuk. Hij zegt, ja, ik vind het gewoon niet leuk. Ik ga vaak met tegenzin. Dat ik is zeg, helemaal kut. Er komt nog wel. Maar hij is een halfjaartje bezig of zo. Dat is een eentje de hele tijd. Ja, af en toe met zijn vriendin. Nog kut. Leg hem. Nou ja, zeg het niet te hard tegen hem. Kijk, wij hebben natuurlijk altijd elkaar gehad. Kijk, we hebben... Nogmaals het benadrukken, zo belangrijk om met z'n tweeën te sporten. Je trekt elkaar iedere keer. Het is zo vaak gebeurd dat jij geen zin had, of ik geen zin had, en je trekt elkaar er toch doorheen. En dan wordt het altijd gewoon prima. Precies. Er is echt bijna geen enkele sportdag geweest dat ik achteraf spijt heb dat ik mee gegaan. Gewoon. Dat is. Uiteindelijk voel je altijd goed. En datzelfde met bijvoorbeeld hardlopen, dat je bent hardgelopen en daarna kom je terug en dan vind je het lekker. Maar met sport heb ik het toch anders. Ja. Met sport haal ik gewoon zoveel... voldoening uit, ook gewoon dat je bent natuurlijk opgepompt, hè. Zo ook als je een beetje creatine neemt, ben je opgepompt. Yeah. Dan kijk je in de spiegel en denk je, ja. Ja, en dat heb ik ook, dat heel veel mensen vinden dat heel indrukwekkend, dat je zoveel sport.
voor mij is het is helemaal geen discipline of iets dergelijks. Het is gewoon, ja, ik moet gewoon gaan. Ja, precies. Dus, ja. Ik heb deze keuze van... Je hoofd trekt je lichaam mee gewoon. Dat, het kost me geen energie om te gaan. Nee, maar ik denk dat het vooral is dat het je geen energie kost om te gaan. Dat is echt super belangrijk. Ja, ja, ja. Het kost me energie om niet te gaan, ja, vooral precies. Eigenlijk. Dan voel ik me echt niet chill. Zelfs vandaag, dan ga ik wel. Het lijkt bijna nergens op. Maar je bent er ook gewoon even geweest, weet je. Zeker. Ja, ik kon vandaag heel kort. Ik moest een bezichtiging... Een bezichtiging. Met voor mijn vriendin wegbrengen. Voor het nieuwe podcast studio. De bezichtiging. Zeker. Zeker. Dat is zo serieus. Nou, er zijn daar goede in dat huis en goede kamertje. Kan ik je vertellen. Nee, het is een mooi huis. Upgrade. Ja, zeker. Dan kunnen we ook gewoon lekker in die tuin zitten, weet je wel. Oh, dat lijkt me heerlijk. Yeah. Ja, ik moet even een nieuw huis. Kost geld. Oh, kost veel geld. Ja, niet normaal. Daarom moet ik even een Spotify verplaatsen. Gaan we even wat centjes verdienen. Ja, maar kan je buiten of überhaupt meer dan 10 views gaan halen. Kan je geld maken op Spotify? Want kan, je hebt niet echt ads. Of, ja, Spotify betaalt je zeker per zoveel views, omdat hun ook abonnementen verkopen, zeg maar. Is dat een beetje de deal? Ik denk dat Spotify wel, ik weet niet hoe rendabel Spotify is. Ik denk vooral waar mensen het op verdienen is dat als ze zelf ads gaan toevoegen, dat ze sponsors krijgen. Ja, ik luister wel een podcast Napleiten, gaat over wetgeving en zo. Die krijgen dus, die doen echt gewoon, in het begin doen ze een dat is ook van BNR Nieuwsradio, maar die doen in het begin een reclame, op midden en aan het eind. Heb je gewoon drie sponsors. Ja. Ja, kijk, als Body & Fit ons nou gaat sponsoren, dan zeg ik dat het de heerlijkste repen zijn. Ja, volledig. Ja, ja het is heel onkoopbaar. Hoe heerlijk die repen zijn. Ja. Ik heb er niet eentje in mijn hand te vallen. En ook niet duur voor het aantal proteïne, hè? Nee. Nee. Ik heb gehoord dat de testosteron verhogend is zelfs. Heb je dat gehoord? Ja, ja. Niet bewezen, maar ze voelen het wel. En voor de vrouwen, oestrogeen verhogend. Oestrogeen verhogend voor de vrouwen. Zeker, ja, nee, zeker. Dat heb ik ook gehoord. Ja. Ja. Ja, ik denk dat mijn bicep, die wordt gewoon groter op het moment dat ik denk aan die proteïnereep. Ja, besef hoe goed dat eigenlijk werkt. Maar dan moeten we deze aflevering wel sturen naar Body & Fit, zonder het begin. Stuur gewoon een fragment. Zeg gewoon een fragment. Dit kan jullie reclame zijn. Dit kan jullie reclame zijn. Dit is wat jullie missen. Ja, heerlijk. Ja, ik denk dat het tijd voor ons is om te gaan barbecuen, Joris. Ja, maar dat kan allemaal gewoon. Dat kan gewoon. En we hebben heerlijk proteïnerijk vlees. Ja. Niet te duur. Niet te duur, dat hoeft ook helemaal niet. Het niet als die eikrepen van de Body & Fit. Gadverdamme. Oh nee, goede repen, zeker. Als je wil onze kortingscode, hoe je een podcast, dat is ook veel te lang. Podcast met een K. Podcast met een K, ja zeker. Ja. Nou, laat ons met de rest, wij willen barbecuen. We willen barbecuen en ik zeg geniet nog even van het weer. Ja. Zeg tegen jou, maar zeg ook tegen de rest. Hè? Genieten jullie ook even van het weer. Dat is, en wat zeg je dan? Ooh, ooh, ooh.